entrega de decreto. Y se malborda. Não sei aqui não, o Ministério do Serviço fechado 13 de dezembro de 2024, do Ministro do Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en do Ministro do Verkeer, Vervoer en Ruimteleiding overwegen dat het wenselijk is om de benaming van deels Santa Rosaweg en deels Ocamina, José P. Liberia, vervuild te verklaren en daarvoor een nieuwe benaming vast te stellen. Dat het wenselijk is om deze weg te vernoemen naar de heer Rignald S. Regordino, een bekende professionele componist en muzikant, toch nog in leven, thans nog in leven, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt door het feit dat hij gedurende 40 jaar lang de muziek van Curaçao op een zeer creatieve wijze heeft bereikt. Dat de heer Rignald S. Regordino als componist en muzikant op zeer bijzondere wijze heeft bijgedragen aan de sociale, culturele ontwikkeling van onze maatschappij. Dat de heer Rignald S. Regordino zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt dat hij met zijn composities en muziek de naam van Curaçao op landelijk en internationaal niveau heeft uitgedragen. Dat bij wijze van dankbaarheid, eerbetoon en erkentelijkheid en waardering het zeer toekomt een weg zoals voorgesteld te noemen naar de heer Rignald S. Regordino. Dat ten einde hem de eer als nationale en internationale componist en muzikant met een naar hem vernoemde weg de nodige technische wijzigingen te worden aangebracht om de beschrijving van de 19 bestaande straatnamen zoals aangegeven op de bij deze beschikking gevoegde situatietekening. Is er meer zeker? Pardon. Zag de minister van Curaçao van minister toen de 5 november 2004 aanwezig was aan de socialist. Señor Regordino, nos entregamos el saque, para el otro cultura, otro mérito, el saque tampoco prueba oficial, y cae aquí el tipo. Vieron eso, 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 vieron eso. Ya, va aquí. Se la entrega. Decreto ministerial. Já vai, Guilherme? Ei! É, tio. O que constituição importante aplicou a nome de Caio Aguilar. Dole! Ei, não. E agora posso tomar assento tranquilamente, depois do segundo aplicativo. Grazie a tutti un momento per felicità anche